was niet echt de enige kandidaat, er waren een paar kandidaten. En er was één die eigenlijk een volledig plan heeft ingediend met de motivatie wat hij er wil doen. En dat was ik. En ik ben dan weer ouder. En dan heeft de gemeente mij gecontacteerd voor eigenlijk eens verder over te praten. En dat is het begin eigenlijk van de Gasthofhoeve, dat eigenlijk een echte brasserie-café wordt. Dus eigenlijk 2 dagen gesloten in de week en voor de rest eigenlijk 5 dagen toegankelijk voor iedereen. Baron van Zon heeft eigenlijk een drievoudig publiek. Eerst en vooral tussen de middag is dat vooral de industrie in Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid. En dan de mensen die van Grimbergen enzovoort komen. En dat zijn dan meer zakenlunchen, terwijl het hier iets minder commercieel gelegen is. Ik zal het zo zeggen, doordat het minder aan de industriezone zit. En dan denk ik dat het meer eigenlijk het verkeer gaat krijgen van de vertegenwoordigers die hier moeten afspreken overdag. En dan s'avonds de families en misschien de mensen van de voetbal of de mensen van de KSA of de Giro die hier in de buurt zitten. Maar ik zou dat heel graag willen doen, zo lang mogelijk. Omdat ik eigenlijk heb gevraagd voor een concessie van 28 jaar. En waarom? Eerst en vooral ik wil het doen en nadien bestaat er een kans dat misschien een van mijn kinderen dat wil verder doen. En daar wil ik wel een beetje voor werken. En als dat gaat lukken en dat een mooie zaak is, ja, dan is dat alleen maar een pluspunt voor dat de mensen dat verder zetten.